Welkom bij de 7e aflevering van de Summer School of Advertising. Initiatief wat georganiseerd is door de verschillende verenigingen in Nederland. PMA, WEA, MWG, IAB en natuurlijk Upgrade. Mijn naam is Nathalie Peters. Ik ben founder en partner van Morgan Frisk, de in-house company. En ik heb vandaag de eer om met Sander van Meurs te spreken van D is XD. Nou, ik ga jou straks vragen wat dat betekent. En vandaag gaan we het hebben over wat creatie kan betekenen in de nieuwe wereld van programmatic. Sander heeft bij veel, eigenlijk jij noemt het zelf meer de klantkant gewerkt. Onder andere Talpa, FD en heeft daar heel veel ervaring over gedaan, want je bent Head of Creative Strategy. En heb daarin ook een visie hoe brand en performance moeten samenwerken. En, maar voordat we zo meteen gaan beginnen, ben ik heel erg benieuwd. D is XT. Ja, D is XT, dat is waar ik werk. D is XT is eigenlijk een soort formule. Het staat voor distance is speed multiplied by time. En gaan we hem heel even rustig herhalen. Distance is speed multiplied by time. Zodat iedereen even kan laten inwerken. Ja, en wat het eigenlijk inhoudt is dat er een aantal jaar geleden toen wij zijn begonnen, zagen wij echt dat in de markt met name reclamebureaus en mediabureaus dominant waren voor adverteerders. Maar dat er nog een heel groot gat tussen zat, bijvoorbeeld voor programmatic. En distance is speed multiplied by time houdt eigenlijk in dat we de afstand tussen reclamebureaus en mediabureaus proberen te verkleinen. Jullie zijn een internationale groep? Ja. Kun je iets meer over vertellen in welke landen jullie zitten en hoeveel groot jullie in Amsterdam zitten? Ja, wij zijn internationaal. We zijn begonnen in Apeldoorn, daar komen de eigenaren ook vandaan. Daarna uitgebreid naar New York, inmiddels ook een kantoor in Amsterdam. En we zitten ook in Singapore, zodat we eigenlijk onze formule in kunnen lossen en 24 uur de klok rond kunnen werken. Super. Voor de jou heb ik meteen het woord gegeven, nog een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Als je vragen stelt, heel graag. Je hebt ook aangegeven, ik vind het leuk om het interactief te houden. Dus we gaan ze dan wel bundelen en in gezette tijden doorgeven, zodat we Sander niet de hele tijd in zijn verhaal storen. Maar heel graag vragen stellen. En binnenkort wordt deze uitzending ook gedeeld per mail. Dus dan kunnen we altijd nakijken. Mag ik jou het woord geven? Hartstikke goed. Allereerst allemaal welkom. Top dat jullie op zo'n warme dag de tijd hebben genomen om mijn verhaal aan te horen. Ik ga jullie allereerst vandaag ga ik jullie doornemen door het verhaal van DSXT. Eigenlijk het verhaal wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt aan de klantkant, maar ook steeds vaker aan de adverteerderskant. Dus aan de bureaukant eigenlijk. Daar heb ik een hoop geleerd en de drie belangrijkste learnings eruit zal ik vandaag met jullie delen. En aan de hand van voorbeelden laten zien hoe we dat uiteindelijk hebben opgelost en hoe we daarmee om zijn gegaan. Om te eindigen met een manier van hoe je on the go kan optimaliseren tijdens je programmatic campagnes. Het staat eigenlijk al op het scherm. Wat we als eerste, wat mij eigenlijk het meest is opgevallen in de afgelopen 10 jaar dat ik werkzaam ben, Nathalie zei het al aan zowel klant- en bureauzijde, is dat we naar mijn mening nog te eendimensionaal kijken naar het vraagstuk, naar ons vakgebied. En wat houdt dat eigenlijk in? Is dat wij heel vaak een mediastrategie hebben, maar dan ontbreekt het aan een creatiestrategie. Heel vaak komt er een brandcampaign, maar dan ontbreekt het weer aan de inzichten van digital, die we heel goed zouden kunnen gebruiken in de ontwikkeling van een brandcampagne. Nou, eigenlijk noemen wij dat heel erg eendimensionaal denken. En wat wij proberen is om dat veel meer breder te trekken en vierdimensionaal te gaan denken. En daar ga ik vandaag wat voorbeelden aangeven. Wat versta je exact onder vierdimensionaal? Vierdimensionaal, zonder te veel weg te geven in het begin, bedoel ik eigenlijk mee van, kijk eens samen met, voordat je gaat beginnen, van origine heb je natuurlijk eerst een groot, de big idea noem je dat, ga je uitwerken, dat wordt vaak geïnitieerd vanuit brand. En op het moment dat je een big idea hebt, ga je nadenken over je mediastrategie. Hoe gaan we dat wegzetten, zowel op tv, radio, maar ook digitaal. Soms zijn dat ook nog andere bureaus die dat voor je doen. En helemaal aan het eind komt dan je digitale creatie. En dat is vaak een paar weken van tevoren dat je dat, dat, je dat hebt. Op dat moment is het eigenlijk te laat om nog echt goed na te denken over je digitale creatie. Want als je dat helemaal naar voren brengt,
dan kun je met z'n allen na gaan denken over alle creatie, over alle kanalen heen. Dus eigenlijk is mijn statement ook meer van, laten we met z'n allen optrekken en daarvanuit alle creaties gaan ontwikkelen. Doe jij zelf de paus? Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Wij werken onder andere voor Vodafone Ziggo. En een aantal jaar geleden, toen wij daar zijn begonnen, over eendimensionaal gesproken, kregen wij vanuit Brand de volgende assets uitgeleverd om digitale creatie mee te maken. Ontevreden kijkers, download de gratis Ziggo-app. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo. Wat? Ziggo. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Je ziet dus een, ik denk dat de meeste mensen deze commercial herkennen van de Ziggo Go app. Ik denk dat die uit 2017 komt, uit mijn hoofd. Hebben ze ook nog uit mijn hoofd prijzen meegewonnen. Maar het is wel heel erg vanuit brand gerelateerd. Want als dit je assets zijn voor al je digitale kanalen, terwijl je als Ziggo heel veel verschillende doelgroepen hebt, dat is wel vrij beperkt. Want als jij een mediastrategie opzet, ga je ervan uit dat je verschillende doelgroepen gaat benaderen. En die doelgroep ook verschillende creaties gaat uitsorteren. Nou, als je dan een hele slim iemand hebt die een mooie mediastrategie heeft gemaakt en je krijgt uiteindelijk dit als assets aangeleverd, ja, dan valt eigenlijk een mooie mediastrategie in het niet. En dat bedoel ik eigenlijk met eendimensionaal denken. Als we hier van tevoren met z'n allen hadden over nagedacht, dan hadden we veel meer verschillende shots kunnen maken, veel meer voor verschillende doelgroepen in verschillende communicatiefases. Om een beetje naar het onderwerp te kijken, vind jij dat programmatic een andere kijk op creatie heeft geleverd dan? Een andere kijk op creatie? Nou, op zich sturen we vanuit programmatic heel veel op de euro's en het plekje en de plaats. Ja. Jij zegt, ik wil heel erg die integratie. Dat betekent dan dat daar dus inderdaad vanuit creatie anders gekeken moet worden sinds de introductie van programmatic in digitaal? Of... Ja, er is echt een veelvoud van aan mogelijkheden gekomen sinds programmatic is geïnitieerd. Op dat moment snap ik dat je eerst gaat kijken, hè, dat biedt het ons allemaal aan mogelijkheden, die zijn legio. Maar op een gegeven moment ben je ook wel een beetje uitgeoptimaliseerd, want als je lang voor dezelfde klant werkt, dan nou ja, 70-80% van het mediaplan is vaak hetzelfde. Als je dan op een gegeven moment de next step wil maken, kun je ook gaan kijken van, hey, maar wat als we in deze doelgroep, in plaats van deze doelgroep uit te gaan sluiten, andere creaties gaan uitserveren om te kijken wat dat doet met het resultaat. Wat levert ons dat dan op? En kun je dan op die manier niet veel meer bereik gaan realiseren door de euro's die je overhoudt, omdat je creatie veel meer impact maakt? Blijft hangen, denk ik. Kun je nog een keer klikken, want hij blijft hangen. Dan gaan we gewoon even door met praten, want anders is iedereen te wachten tot hij doorklikt. Wat is je eigen ervaring? Want jij komt bij verschillende klantzijden, adverteerderzijden vandaan, publishzijden en je hebt de overstap gemaakt. Dus wat gebeurde er primair in de markt? Ja, ik heb eigenlijk overal mogen kijken, gelukkig. En dat was ook heel leerzaam. Ik heb 10 jaar ervaring aan dus alle kanten. En eigenlijk zag je overal gewoon echt hetzelfde gebeuren. Is dat mensen vaak redelijk met een tunnelvisie, dat klinkt heel negatief, maar dat is niet zo bedoeld. Want we hebben gewoon goede resultaten behaald over het algemeen. Aan het werk waren. En wat ik eigenlijk het meest heb geleerd is van probeer gewoon over je eigen horizon heen te kijken. Of je horizon te verbreden, zo je wilt. Wat eigenlijk inhoudt van, als jij verantwoordelijk bent voor programmatic, probeer dan ook je eens te verdiepen in de uitdagingen van brand, initieel, om vervolgens wat meer de samenwerking op te zoeken. Als je die samenwerking opzoekt, zul je merken dat je zelf daar ook slimmer, wijzer, rijker persoon van wordt, zeg maar. En dat vind ik, zelf vond ik dat heel erg interessant. En uiteindelijk ben ik ook in bredere functies terechtgekomen door al die kennis te kunnen combineren.
Nou zit bij jullie dat heel erg in het gen, maar vaak hebben we inderdaad programmatic afdelingen of bedrijven die zich volledig focussen op programmatic. Hoe adviseer je hun die daar zitten? Hoe kunnen zij zich meer verdiepen in dat brand of die relatie krijgen met het bureau of het creatieve bureau? Ja, zoals het vaak gaat, is dat met kleine stapjes. Dus ik zou echt voor jou ook niet zeggen van ga nu alles anders doen, maar doe het in kleine stapjes. Voor een programmatic lead bijvoorbeeld, of van iemand die verantwoordelijk is voor programmatic, zou ik initieel adviseren om van tevoren gewoon voordat je je strategie op gaat zetten en uitvoeren of gaat optimaliseren, trek samen op met de creatieve bijvoorbeeld die daarvoor verantwoordelijk is, of trek samen op met de marketeer. Om gewoon learnings, inzichten te combineren en uiteindelijk op basis daarvan een keuze te maken. En eigenlijk ben je dan al de eerste stap aan het zetten om verder dan je eigen knoppen te kijken, zeg maar. En om te kijken van, hey, misschien kan creatie wat voor mij doen, misschien kan brand wat voor mij doen. Volgens mij functioneert hij weer, dus ik ga hem weer doorgeven. Nou, ik heb het al gezegd. Over je horizon heen kijken dus, dat is mijn grootste learning geweest. En zoals net gezegd, dat begint eigenlijk al intern. Hè? Dat is ook het makkelijkste, gewoon met je collega's. Ga eens met brand zitten, ga eens met performance zitten. Ik heb het al weggegeven van, laat ik het anders zeggen. Toen ik bij Talpa zat bijvoorbeeld, zagen we echt van, oké, er komt een nieuwe campagne aan. Dat moet dit en dit worden. Hoe gaan we dat uiteindelijk doorvertalen naar de digitale kanalen? En de eerste stap die ik daar eigenlijk ingezet heb, van volgens mij moeten we brand en performance, er moet geen brand manager zijn, geen performance manager, maar laten we kijken of we daar een brand en performance manager van kunnen maken. En brand en performance op dezelfde KPI's af te rekenen. Nou, extern heb je eigenlijk hetzelfde. Media en creatie. Ook een beetje voortbedurend op wat ik net zei. In media zit onwijs veel kennis. Ik werk met heel veel mediabureaus ook samen. En je ziet echt dat ze heel veel kennis hebben van zaken en echt mooie resultaten behalen. Maar wat je steeds, ondanks dat we het allemaal pretenderen, is aan de campagne zelf willen we vaak nog wel in de aanloop daarheen samen met de klant kijken van hey, wat zien we nu gebeuren, wat kunnen we op creatief vlak. Maar vaak komt op een gegeven moment de druk erop, iedereen moet leveren en gaat iedereen toch zijn eigen richting op. Terwijl ik denk dan, ja, probeer 2-3 weken eerder te starten, ga met elkaar echt zitten, luister naar elkaar, luister naar de klant en kom met een echt goede geïntegreerde aanpak. En dat is ook echt iets wat ik de afgelopen jaren eerst dus aan klantkant heb geleerd, maar later ook echt aan bureaukant, omdat we voor meerdere grote klanten gingen werken. Dan zie je dat eigenlijk continu gebeuren. De laatste, derde learning die ik in de afgelopen 10 jaar heb gedaan, is eigenlijk meer op het gebied van mensen. Want het vak bestaat uit mensen. We kunnen nog zoveel techniek alles inzetten, maar het gaat om visie, het gaat om samenwerken. En zolang jij wordt afgerekend op jouw KPI's, zul jij sturen op jouw KPI's. En zodra jij echt wil gaan samenwerken, dan zul je ook zien dat de KPI's van iemand anders heel goed kunnen aansluiten op jouw KPI's. Dan heb je het misschien wel weer over brand en performance. Dus heb je het over brand awareness of merkvoorkeur bijvoorbeeld. Dat kan ook heel prima via je digitale kanalen gebeuren. Omdat jij weer heel veel doelgroepinzicht hebt aan de performance kant. Nou, breng het bij elkaar en je leert echt meer. En je moet daar zelf ook kijken. Wat zijn de KPI's die jij vaak meekrijgt in jouw plannen? Strategieën? Ja, het klinkt gek, maar vaak. Ja, dus we komen of vanuit het mediabureau. Dus dan is het vanuit het mediaplan. En dan wordt er gezegd van oké, dit is je materiaalbron. En maak daar creatie voor. En daar gaan we op optimaliseren. Dus dan heb je het vaak over een CPA. Of je cost per completed view. Afhankelijk van de campagne en de doelstellingen. Maar soms zie je ook wel dat wij meer worden afgerekend op wat wordt de merkvoorkeur. Vaak zie je dat bij merkintroducties. Ik schrok zo'n voorbeeld van Allianz Direct. Dat is echt een merkintroductie, dus het gaat eerst om het laden van het merk, om vervolgens welk resultaat te boeken, want ja, dat is ook wel geld. En in hoeverre, we kennen het woord briefing, debriefing, kom jij eigenlijk nog terug op die aangestuurde KPI? Want zoals je net formuleert, krijg je toch een soort standaard KPI vanuit het mediabureau. Terwijl jij zegt, ik maak heel erg die brug tussen het creatieve aspect en het mediaaspect. Ja, dus wat we eigenlijk meestal voorstellen is om
A, met gezamenlijke KPI's te komen. Als je het al langer samenwerkt, wat we met een aantal van onze klanten echt al veel diepgaander samenwerken, dan bepaal je eigenlijk samen de KPI's op voorhand al. En dan zijn die KPI's voor iedereen hetzelfde. Alleen, dat is voor heel veel adverteerders en bureaus ook, is dat echt nog een stap te ver. Dus dan kom ik weer terug op die kleine stapjes. In kleine stapjes proberen we dat steeds verder erin te brengen. Ja, wat ik net heb gezegd gaat eigenlijk over, ook over perceptie. Hè? Dus het is allemaal een waarheid. Mediabureau heeft een waarheid, jij hebt een waarheid, ik heb een waarheid. En iedereen is wel met hetzelfde bezig. Die heeft gevisualiseerd in een jurk. En deze jurk is, laten we het zo zeggen, dat is even je campagne. En die campagne, daar is iedereen mee aan het werk. Maar deze jurk ziet als het goed is de helft van de mensen die nu zitten kijken in het blauw met zwart. En de andere helft ziet hij in het wit met goud. Ik zal even laten zien. Utterly divided on this dress. What colors do you see? On the one hand, we have team black and blue. On the other, team white and gold. We asked on Twitter and got hundreds of responses for both white and gold and black and blue. For what it's worth, we both saw black and blue and thought this was a massive prank at first. So how can it be possible for people to see it so differently? Ja, dus wat je hier eigenlijk ziet is dat iedereen op zijn of haar manier naar campagnes kijkt. En het is allemaal een bepaalde manier van waarheid. Dus vanuit media, zowel vanuit creatie. Als een reclamebureau iets moois brengt, is dat ook een bepaalde waarheid. Maar we kijken uiteindelijk allemaal naar hetzelfde. En het gaat dus over begrippen voor elkaar en over je eigen horizon heen kijken. En weet ook dat het vaak gewoon een perceptie is wat je ziet. Dan ga ik jou vragen, welke kleur zie je nu? Ik zie wit met goud. Daarom ga ik nu een hele leuke anekdote vertellen. Ik zie hem dus nu zwart met blauw. En voor de toehoorders, wij hebben dit gisteren voorbesproken. En toen zagen wij allebei wit met goud. En ik zie nu echt, letterlijk zit naast je. Ik zie hetzelfde plaatje. En voor mij is hij nu zwart met blauw. Ja, dus dit bevestigt dus meer, ja. Ja, dit laat precies zien waar we mij steeds vaker voorstellen om meer vierdimensionaal te gaan denken. En dus vanuit alle disciplines bij elkaar te komen, te groeperen. En ik zal aan de hand van een voorbeeld van een case van Allianz Direct laten zien hoe wij dat nu voor Allianz Direct hebben opgelost. Want zij zaten net in een transitie. De meeste mensen weten het wel. Ze waren eerst, Allsecure. Okay, ja. En zijn vorig jaar zomer overgegaan naar Allianz Direct. Grote rebranding plaatsgevonden. En het was een mooi moment om ook anders naar het marketingvraagstuk te gaan kijken. En dat eigenlijk gezamenlijk, echt met brand, performance, media en creatie, iedereen bij elkaar, hebben we een manier ontwikkeld om je productieproces op een nieuwe manier in te richten, zodat het uiteindelijk voor programmatic ook veel beter is gaan werken. Ik zal het even laten zien. Wat we toen hebben gedaan is, laten we nu eens de piramide omdraaien. Dus stel dat jij voorheen gewend was om van die big idea te denken en daarna alles door te staan naar digitale kanalen, eventueel nog wat optimalisaties te doen. Wat nu als we op voorhand al precies gaan nadenken op basis van de inzichten die we hebben, aan welke doelgroep je wat wil vertellen, op welk moment, dus in welke communicatiefase. En als je dat weet, hoe zien we dat visueel voor ons? Dus laten we het gelijk schetsen maken wat we idealiter zouden willen laten zien. En als we één ding weten, is dat we het vaak niet weten. Alleen je kunt het wel op basis van zoveel mogelijk inzichten doen. Maken we ook gelijk een A, een B en een C variant. Waardoor je straks en dadelijk als programmatic lead, die achter de knoppen zit, ook kan zeggen, hey, deze doelgroep werkt niet. Dan gaan we deze eruit gooien en gooien we deze erin. Maar dat is normaal, is dat bijna niet te doen, want je doet dat dus vanuit je TPC, doorvertalen en dan heb je een aantal assets. En dan houdt het wel een beetje op met wat je kunt optimaliseren. Dat is een beetje bagatelliserend, maar in de regel gebeurt dat. Nou, door het op deze manier aan te vliegen, heeft iedereen A, veel controle over wat er wordt gemaakt. We kunnen, als we gaan produceren, kunnen we ook precies aangeven, we hebben deze assets exact nodig. Dus er wordt nog steeds een TFC gemaakt, er wordt nog steeds online video gemaakt, er worden display-uitingen gemaakt, maar ook social, et cetera, dingen op de website, e-mail, wat je wilt. Alleen omdat we er op voorhand over nagedacht hebben, kunnen we heel strak een assetlijst maken die we willen gaan produceren. En
En dat betekent dus dat we ook op een andere manier naar productie moeten gaan kijken. Dus ik pak hem nu, zoals jullie misschien merken, wat breder dan alleen programmatic. Omdat ik denk dat een deel van de impact die je kunt behalen op programmatic ook voortkomt uit het productieproces en de beschikbare assets die je hebt. En wat we hier voor Allianz Direct specifiek hebben gedaan, is samen met het team van Allianz Direct en het reclamebureau zijn we gaan kijken van oké, hoe kunnen we nu op een slimme manier de productie gaan vormgeven. Dus er kwam nog steeds een storyboard voor de TVC. Wij hebben aangegeven, nou, als je dit shot hebt, is het dan slim als Usain Bolt zit in deze campagne in een bepaald shot lacht, is het dan misschien ook handig dat hij eventjes op een andere manier kijkt, dat hij bedroefd kijkt, want er is een keer wat gebeurd. En als we al die assets gaan produceren, kunnen we ook als de campagne voorbij is, nog steeds uit diezelfde bron putten om nieuwe storylines te maken. Dus bijvoorbeeld als corona is en je kunt het niet produceren, en je hebt uiteindelijk wel een centrale asset library, dan kun je dus daarvanuit wel nog nieuwe storylines ontwikkelen en weer uitzetten. Mag ik constateren dat je op een gegeven moment kunt wel zeggen van nou, eigenlijk krijg je van ons een hele soort briefingslijst die we, en dat bedoel ik niet kritisch, maar wel van dat is een lijst die je eigenlijk altijd moet produceren. Ja. Je wil altijd lachende mensen, je wilt altijd kinderen erbij, je wilt misschien meerdere kleuren, noem ze maar op. Maar inderdaad, uiteindelijk zeg je ik wil heel veel shots of heel veel beeld, ja, zodat ik later vrij ben om te gaan kunnen mengen. Ja, en eventueel, hier zie je bijvoorbeeld de TVC in beeld, die zal ik zo afspelen. Stel dat je nu, er gaan behoorlijke budgetten in om natuurlijk, Usain Bolt zal dat ook niet gratis doen, je moet naar Jamaica toe om de shoot te doen, met een groot team. En stel dat die TVC helemaal niet resoneert en het is over verschillende landen uitgerold, het kan ook nog zijn dat een bepaald land wel werkt en een andere niet, hoe ga je dat dan doen? En in dit geval zou je dus zelfs in je TVC zou je kunnen zeggen als dit niet werkt, dan kunnen we dit eruit halen en dit er weer in stoppen. En weer doordraaien en uiteindelijk al die impact realiseren. Ja, alleen ik denk dat je daarvan mag constateren dat de grote creatieve bureaus of alle grote creatieven daar altijd wel rekening mee gehouden hebben. Maar het is meer de extra asset die je heel erg hebt. Het geeft eigenlijk gewoon een mate van flexibiliteit. En ja, je moet ook dynamisch, maar inderdaad op een dynamische manier naar je creatie te kijken. En dingen uitwisselbaar maken. Omdat je het gewoon op voorhand niet altijd weet. Ben jij van mening dat digitaal gewoon toch vraagt om een andere wijze van communicatie? Want aan de ene kant maak je sterk voor het brand. Aan de andere kant, omdat we heel flexibel zijn om alles te maken, laat je juist misschien wel de brand asset van een merk los. Ik denk dat het één niet zonder het ander kan. Het gaat natuurlijk volledig hand in hand met elkaar. Wat het grote voordeel is voor brand in dit geval, is dat als je het zo aanpakt, ook over digitale kanalen, dat jouw nieuwe merk die net hebt geïntroduceerd, niet alleen op tv met een hogere frequentie aanwezig is volgens de stijl die jij graag wilt, maar over alle kanalen. En daar gaan ook miljoenen, tientallen miljoenen impressies doorheen, waardoor jouw brandboodschap ook veel beter overkomt. Ja, maar mijn kritische vraag is dat dan wel in de stijl van je brand? Ja, dat gaat allemaal volledig in de stijl van je brand. Dus we werken met een brandboek. Voor Allianz Direct hebben we dat ook ontwikkeld, waarin we echt heel kritisch zijn, want als je heel veel creatie gaat maken, dan moet je ook heel veel verschillende uitingen echt hebben. En anders krijg je, als je het een templateje maakt, dan wordt het uiteindelijk wordt het eenheidsworst. En dat is niet wat je wilt. Dus wat we eerst doen is, dus even off-topic hiervoor, maar kijken van oké, wat zijn alle brand assets die we hebben, even los van de assets die je gaat produceren. Hoe gaan we die verwerken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toch iedere doelgroep kan aanspreken, maar toch consistent is over alle kanalen heen? En dat is wel uitdagend. Ja, meer dan. En als je het uitwerkt, werk je dat dan met de hand uit? Of werk je daar ook in een systeem uit? Omdat je zegt, ja, we willen bij wijze van spreken al 3 versies en bedenken na van tevoren hoe een storyline kan worden. Hoe werk je dat een beetje efficiënt uit? Ja, nou, want als er veel creatie moet worden gemaakt, is dat natuurlijk, ik hoor dan de meeste mensen wel denken dat het heel kostintensief is. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Juist als je het in lagen opbouwt, dat hebben we ook in de presentatie ook daar een voorbeeld van laten zien. Als je het efficiënt opbouwt, wij noemen dat een centrale asset library, dan kun je ook creatie veel sneller en kun je het veel sneller en efficiënter ontwikkelen. En dat blijft mensenwerk, dus er zit nog steeds een creatief aan het roer die zorgt dat het allemaal met heel veel impact over alle kanalen overkomt. Alleen zorgen er wel voor dat techniek voor die creatief gaat werken om dat uiteindelijk ook samen te stellen. Want die wordt er zelf ook niet gelukkig van
als jij, ik weet niet hoeveel IRB-sets in elkaar moet gaan zetten, die in fracties zeg maar alleen maar anders zijn. Wij is benieuwd hoe het er zo meteen uitziet. Ja, ik zal even de TVC laten zien, want hoe je het ook bent of keert, een TVC hoort er ook gewoon bij. Dus dat doet helemaal niks af aan de nieuwe manier van produceren. Het laat alleen zien dat als jij deze manier van produceren hanteert, dat je zowel een vette TVC kan maken, maar ik laat straks ook, ik vertel hierna ook eventjes van wat we op de set dan hebben moeten doen om uiteindelijk de assets te produceren die erachteraan komen. Snelste man ter wereld, dus je hebt hier helemaal geen tijd voor. Je hebt dingen te doen, Michaels. Misschien wil je nog lesgeven, een boek schrijven, een bedrijf beginnen. Dus je hebt een snellere auto nodig, en wat nu? Dus kun je bij Allianz Direct binnen 20 seconden je premie checken. Nou, waar? Voor insurance company. Direct online verzekerd. En zo nou, Allianz Direct. Nou, ik denk dat zoveel als deze op tv is geweest de afgelopen half jaar, dat iedereen deze al eens heeft gezien, hè, met Usain Bolt erin. Dan gaan we nu door naar het onderdeel waarin eigenlijk de magic voor programmatic meer gebeurt. Want TVC is allemaal leuk, maar het is team vooral voor programmatic. Ik heb het al een paar keer laten vallen. Dat is een centrale asset library waar wij dan gebruik van maken. En dat houdt eigenlijk in dat alle assets die er zijn, voor alle kanalen, alle formaten, visuals, brand shapes, teksten, buttons, you name it, het komt erin gecategoriseerd. En op basis van al die losse elementen kunnen we dan nieuwe creaties ontwikkelen over alle kanalen heen. En nou, ik zal even laten zien hoe dat ongeveer werkt. Dus hier zie je hoe verschillende assets worden gepakt en worden ontwikkeld tot een creatie die helemaal in lijn is met wat je op tv ziet. Zodat je dus over je kanaal heen ook weer hetzelfde gevoel krijgt. Nou, vervolgens is er dus een behoefte aan heel veel creatie, want het is niet alleen de Nederlandse TPC, maar ook de Duitse. Dus meerdere landen, meerdere kanalen, meerdere storylines en verschillende communicatiefases. Nou, dat maakt het al snel heel complex. Wat we daarin dus hebben gedaan, is die asset- en communicatiematrix die je eerder zag. Die komt dan heel goed van pas, want daar hebben we eigenlijk alles al precies uitgeschreven in copy wat we willen. De schetsen die we nodig hadden. Er zijn omgezet in werkelijke assets, inclusief de mogelijkheden om daarna te optimaliseren. En uiteindelijk hebben we dan hier hoe de creatie eruit komt te zien. Dus je ziet, het is allemaal nog steeds Allianz Direct. Maar er zitten wel verschillen in kleur, in boodschap. Dus de een is meer op de verzekering gericht, de andere meer op het verhaal of de omgeving. En op die manier heb je dus een hele rijke campagne. En dit is nog maar een fractie van alle creatie die toen is gemaakt. Dus je hebt ook nog, ik zeg maar wat, in Duitsland gelden weer hele andere specs dan in Nederland voor je digitale creatie. Dus dan kun je wel bij wijze van spreken 3D verwerken in je creatie. Maar als je daar maar 50 kb mag hebben voor je display creatie, heb je nog ook weer uitdagingen. Vraag die binnenkomt, is dat dan op maat? Even kijken zoals ik hem goed vertel. Zet je hem dan vanuit Nederland dan al klaar voor de internationale? Of krijg je dan je eigen, maak zij daar een hele eigen bank? Want hoe weet je al die specs voor internationaal? Ja, dat is afhankelijk met voor de klant van Allianz Direct. We werken bijvoorbeeld heel intensief met Duitsland samen. Dus daar kwam met de Duitse marketingmanager contact. We produceren het allemaal wel vanuit Nederland. Dus vanuit één, dus die centrale asset library. Ja. En stemmen dat af. En er zijn natuurlijk ook wat culturele zaken die anders zijn. Ik bedoel, in Duitsland zijn mensen meer gevoelig voor een andere boodschap dan dat een Nederlander is als het op verzekeringen aankomt. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden. Dus al die learnings en al die inzichten slaan we centraal op voordat we die asset matrix maken. En op basis daarvan gaan we uiteindelijk de creatie ontwikkelen. Nou. Eigenlijk niet anders te wachten. Ja, het is jouw verhaal. Ja. We hangen aan je lippen. Ja, nou, hartstikke goed. Dan zie je dus dat je als creatief bureau heel veel assets kunt maken op een slimme manier. En uiteindelijk moet daar een iemand aan de mediakant ook heel blij van worden. Want die heeft niet alleen meer de knopjes om op impressies of completed view of op CPA te optimaliseren. Maar die kan ook nog
gaan kijken van, hey, wat als we meer impact genereren met creatie, dan hou ik dus meer budget over om bijvoorbeeld eens een keer wat te testen in een nieuwe doelgroep of met andere kanalen. En creatie testen, daar wordt altijd een beetje zo van, hoe test je nou creatie? Want het kan zijn dat je een creatie in doelgroep X aanbiedt en dat dat niet resoneert, maar dat kan net niet het juiste moment zijn om het in te zetten. Dus wat wij dan vaak doen, is creatie ook nog een keer op basis van resultaat te analyseren. Dus wij hebben een tooling waarin je creatie kan inladen en de resultaten kan inladen. En als je dan bijvoorbeeld ziet, linksboven zie je dat sommige momenten het beter doen in de tellaag, als ik het uit mijn hoofd doe. Want we zagen dat daar op de KPI's die we daar belangrijk vonden, een toename was op het resultaat met sommige uitingen. En hetzelfde geldt eigenlijk, dat spreekt wat meer tot de verbeelding misschien, is dat Usain Bolt met een autootje en de aanbieding het beste werkte in de conversielaag. Nou, op basis van die creatieve en media inzichten kun je natuurlijk duurzaam gaan optimaliseren. En kun je zeggen van oké, dan gaan we nu de volgende creaties ook allemaal met Usain Bolt erin doen. En als we dan zien dat dat weer niet werkt, ga je weer kijken van hey, kunnen we niet andere storylines inzetten om verder te optimaliseren. En voor je eigen persoonlijke kennis, want jij zit hier middenin, zie je standaard learnings gewoon de zon komt beter in telling? Of is dat ook nog echt brand gerelateerd? Nee, het is heel grappig wat je zegt, want geen bedrijf is hetzelfde. Dat ben ik wel achtergekomen. Ik doe nu bijna 2 jaar zit ik bij DSXT. En werk voor heel veel klanten. En geen learning is hetzelfde. Dus je kan niet zeggen van, oh, dit werkt bij zeg maar, Centraal Beheer heel goed. Dus dan zou het bij een andere verzekeraar, Allianz Direct, ook wel goed werken. Helaas werkt het niet zo. Dus je moet het echt elke keer zelf gaan uitvinden. Maar wel zorg dat je in ieder geval al je learnings steeds opschrijft en met elkaar deelt. Want hetzelfde doen we eigenlijk ook naar reclamebureaus weer terug. Dus als wij digitale learnings opbouwen op basis van creatie, dan proberen we dat ook zoveel mogelijk, als we contact hebben met een reclamebureau, dat we mee te geven van als jullie een nieuwe brandcampagne gaan doen, we bemoeien ons er niet mee. Maar weet dat dit de inzichten zijn waar jullie eventueel wat mee kunnen. En op die manier kijk je hier over je horizon heen en probeer je elkaar weer te helpen. En wat is de rol van artificial intelligence hierin? Nul. Het is techniek die ons helpt om het slimmer, om het slimmer te doen. Oh, trouwens, sorry, bij creatieoptimalisatie daar wel. Daar zit AI in. Want daarin detecteert het systeem natuurlijk van, hey, hier zit een zonnetje in. Die converteren beter en 80% van de conversies zat het zonnetje. Ik zeg maar wat, of Usain Bolt lacht. En dat zien we in 60% van de conversies. Dus dat lijkt iets beter te werken dan als die verdrietig kijkt. Dus daar zit wel, in die tooling zit wel AI. Check. Nou, dit was het eigenlijk voor Allianz Direct. Dus ik zal zo aan de hand van een voorbeeld van Pol.com verder gaan. Maar dit laat eigenlijk zien hoe je end-to-end, dus met het hele team, met alle disciplines bij elkaar, alle kennis en kunde, samen optrekt op voorhand, samen bepaalt wat er geschoten moet worden. We zorgen dat het allemaal gecreëerd wordt, ieder vanuit zijn vakgebied, dus dan moet je elkaar gewoon goed in vertrouwen. En vervolgens ook via het mediabureau wordt uitgespeeld aan de juiste doelgroepen en dat we samen gaan optimaliseren. En ik heb het net over voor die thinking, dus vierdimensionaal denken gehad. Dat ging dan echt over de bureaus en de disciplines. Hè. Maar ook binnen de disciplines heb je eigenlijk de mogelijkheid om veel breder te denken dan alleen maar in creatie. Dus soms kun je met creatie ook een businessvraagstuk oplossen. Dus dit is een voorbeeld van Bol.com. Ik denk dat er ook wat aanwezigen zijn van Bol.com, dus dat is leuk om te laten zien. Waar eind vorig jaar, rondom de kerst, uit mijn hoofd de vraag was van, mensen vinden het lastig om een cadeau te vinden voor kerst bijvoorbeeld. Dus als je een cadeautje gaat kopen voor je kinderen of een vriendin, dan is dat vaak lastig. En Bol.com is toen in ieder geval 24 miljoen producten die daar aanwezig zijn. En hoe gaan we nu in creatie in 3 stappen ervoor zorgen dat jij het juiste product kunt vinden om te inspireren en uiteindelijk de on-site conversie te optimaliseren? Dus daar zat zowel een business objective in, dat was dus die on-site conversie. Dus mensen weten niet wat ze kunnen kopen en willen origineel zijn. Dat is een consumer insight, dat is de 2e dimensie. De 3e is meer vanuit creatie, dus je hebt een mogelijkheid om
vanuit creatie en innovatie met techniek een koppeling te maken, in dit geval met hun productinformatiesysteem. Dus dat betekent dat je real-time de producten in kan laden in je app. En de laatste is dat als je dan interest data, dat zou ik zo laten zien, gaat opdoen in de creatie, dat je dan ook kan zorgen dat iemand, die is uiteindelijk bij een Hugo Boss luchtje bijvoorbeeld uitgekomen, dat je diegene kan retargeten met dat specifieke product, want die heeft een intentie laten zien via jouw creatie, dat diegene dat wil kopen, waardoor je veel specifieker kan gaan retargeten op 24 miljoen producten. Ik zal een voorbeeld laten zien. Dit is misschien nog even een kleine toevoeging. Deze opa, die komt dus weer voort uit de brandcampagne. Ja? Dat is de opa die een jaar geleden uit mijn hoofd steeds in zijn badkamerkastje ging kijken en steeds hetzelfde luchtje tegenkwam, die jaar over jaar heeft gekregen. En hij is best wel oud, dus dat waren heel veel luchtjes. En hier hebben we eigenlijk de herkenbaarheid van de opa gecombineerd met de relevantie voor digital. Wat je hier ziet is dat je eigenlijk in het al kan kiezen van ik zoek een cadeautje voor. En dat vul je dan allemaal in? Dit vul je in het in, dus dat is allemaal interactief. Dus dit is dan specifiek voor display. Kun jij op basis van de dingen die voor Bob interessant waren qua archetype, kon je aangeven van ik zoek naar een ijdeltijd in dit geval en ik heb €50. En de cadeautjes die je nu op de achtergrond ziet, die worden dan dynamisch ingeladen, waardoor je direct wordt geïnspireerd om die cadeautjes te kopen. En de cadeautjes zelf waren ook nog klikkable, waardoor je direct nog een keer op dat product kon komen. Is er gemeten hoeveel interactiviteit in zo'n uiting zit? Ja, dat is wel gemeten. Alleen kan ik niet, delen. Maar we konden in ieder geval heel veel op interest data konden eruit halen. En op die manier, op een relevante manier, retargeten. Ja. Kun je het zeggen over de aantallen? Want hoe hoog, zeg maar met zo'n campagne, hoeveel hoger is de conversie? Is het performance resultaat, zeg maar? Deze specifiek kan ik dat niet zeggen, wat ik wel kan zeggen als je dan even terugpakt voor het Allianz Direct, voor de Allianz Direct campagne. Dus dat je ten opzichte van de average voordat we het zouden delen, dus gewoon simpelweg 3, 4, 5 uitingen over alles moet nog uitserveren, dat de conversie echt heel sterk toe is genomen. Ook weer afhankelijk van type campagne, want je hebt ook zoiets als de product market fit, et cetera. Maar dat die sterk is toegenomen, dat de merkerkenning vele malen groter is en dat mensen het veel meer als relevant zien. Dus je krijgt natuurlijk gigantisch veel reclameboodschappen. En als je al die reclameboodschappen die niet relevant zijn voor jou, eigenlijk zijn dat negatieve ervaringen voor jou. En die zag je ook ontzettend toenemen, dus de relevantie die je toevoegt. Als je kijkt vanaf het Allianz voorbeeld tot met Bol, dan denk ik dat het Bol nog geavanceerder is. Dat die intensiever is? Ja, misschien even los van internationaal? Ja, ja, daar zat het initieel gewoon op. We hebben veel verschillende creatie nodig binnen de brand guidelines voor verschillende doelgroepen, ook verschillende kanalen. Bij Bol.com, die gaf ik echt aan, we willen echt creatie met impact gaan maken. Want ze hebben natuurlijk ook heel veel wat plattere, meer productgerelateerde uitingen. We willen ze echt een keer uitpakken, bijvoorbeeld voor kerst. Om veel interactiever en veel innovatievere creatie te maken. Ja, want de reden waarom ik die vraag wilde stellen is meer van, als je nou kijkt naar wat kost het ongeveer? Daar zijn mensen nieuwsgierig naar van, is het dan echt zo duur als we denken dat het is, of is het juist heel kostefficiënt? Ja, het ligt een beetje aan waar je naar kijkt. De kosten per creatie gaan natuurlijk ontzettend naar beneden, omdat je veel meer creatie gaat maken, uiteraard voor een hogere prijs. Maar je hebt de kosten per creatie worden vele malen lager. Als je het hebt over een uiting als Bol.com die hier is, dan is het ook afhankelijk hoe gek je het wil maken. Dus als je echt een koppeling wilt met jouw productinformatiesysteem en die wordt dagelijks aan jouw kant ververst en die wordt aan onze kant ververst, ja, dan gaat de prijs natuurlijk behoorlijk omhoog. Dus ja, ik weet niet, wil je dat ik expliciet te bedragen? Ik denk een range. Want je mag nooit voor een klant op draag nemen, maar ik denk wel dat mensen vragen, kost dit grapje me nou 50k of kost dit 12k? Nou, ik zou zeggen, zo'n 100. Campagne voor Allianz, ik denk dat dat een beter voorbeeld is, een campagne voor Allianz Direct. Ik denk dat dat alles bij elkaar over de land heen zo'n 20.000, 25.000 euro is. Afhankelijk van de assets die je hebt. Dus dat is, als je het vergelijkt. Ben ik een koopje? Dan denk ik dat met de ervaringen die ik heb. Vaak zitten dan nog wel extra kosten later in. Normaal ga je een campagne, die ontwikkel je. Daar reserveer je een budget voor. En in onze aanpak is natuurlijk wel dat je daarna ook nog gaat optimaliseren gedurende de campagne. Dan neemt de impact van je campagne toe.
Maar daar zitten natuurlijk ook nog kosten in. Dus de kosten lopen door, maar de impact als het goed is ook. En daar ben je als klant natuurlijk wel zo blij. En hoe kom je dan op een gegeven moment, want je gaat op een gegeven moment optimaliseren. Alleen als er dan weer kosten bij komen, dan is het best moeilijk optimaliseren. Want hoe doen jullie dat? Ja, nou eigenlijk... Want je probeert altijd te optimaliseren naar kostenefficiëntie. Zeker. En alleen in dit geval krijg je een nieuwe kostenposten bij. Die alles verhoudingsgewijs natuurlijk, maar wel groter dan wanneer je dat normaal doet. Ja, heel simpel voorbeeld. Als jij, zeg maar wat, jouw campagne heeft een CTR die toeneemt tot 1%. Ik zeg maar wat, en normaal heb je 75%. Ja. Dan kun je eigenlijk al... Als dat een KPI is, hè? Ik vind dat zelf geen nuttige KPI, maar stel dat het zo'n KPI is, dan kun je eigenlijk al uitrekenen dat je 25% van jouw mediakosten bespaart. Dus dat weet je ook wat je bespaart, wat je nu in creatie stopt. En dan is het vers op broekzak, dus dan schiet het niet zo op. Maar als je nu kunt zorgen dat je en je media slimmer kan gaan inzetten en je creatie slimmer kan gaan inzetten, ja, dan moet je natuurlijk altijd goed in de gaten houden wat dat doet met de kostenbaten. Maar over het algemeen pakt dat heel goed uit, want dat is de reden waarom we dit natuurlijk doen. Dit geldt zelfs veel voor jullie. En waar het ons om gaat, is dat we de hele markt leren anders te denken. Dus als ik hem helemaal terugpak naar jouw begin van het verhaal, dan begint het al heel erg van juist door programmatic kun je vierdimensionaal denken, sowieso. Ja. Jij staat heel erg voor, pak het aspect creatie en content, zeg maar. Samen met de plek en de doelgroep die je bereikt via programmatic. Ja. En als je dat gewoon heel erg combineert vanaf het begin af aan, en waarin je dus heel erg stuurt allemaal verschillende storyboards, dat de nieuwe wijze moet zijn zoals we per definitie met programmatic om moeten gaan. Ja, de definitie vind ik iets te ver gaan, want ik ben er wel bewust dat met name voor de merken die wat meer volume draaien natuurlijk relevant is. Dus dat is iets als een systeem dat moet kunnen optimaliseren, dus als je allemaal hele kleine doelgroepen pakt en daar een aparte creatie, dan heeft het systeem, een Facebook of een Google, ook niet meer de mogelijkheid om daar zelf goed op te optimaliseren. En daarin moet je ook gezamenlijk, daar wil ik vandaag eigenlijk niet te diep op ingaan, maar daar moet je gezamenlijk ook een balans in vinden, want je kunt je ook helemaal dood optimaliseren natuurlijk en personaliseren. En dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet eigenlijk het beste uit alle disciplines halen. En dat pleit er ook voor dat je dat samen moet doen. Kun je dit per definitie altijd met programmatic? Zit het in meerdere systemen? Ja, je bedoelt op deze manier creatie? Ja. Ja, dit wordt eigenlijk allemaal vanuit één centrale asset library, in dit geval door onze natuurlijk, uitgesfeerd over alle kanalen heen. Ja, maar zijn er zeg maar, zijn er meerdere van dat soort centrale assets banken? Of, ja, daarom, want ja, snap nou, je dat het geen twee dingen. Hoe we de markt leren daar het beste mee om te gaan? Ik snap wat je zegt. Je hebt eigenlijk twee manieren. Eentje, wij zetten creative first, noemen we dat bij ons intern. Dus wij vinden het belangrijk dat je creatie een bepaalde impact moet hebben. En dat wil je dus niet in een template gieten, waar we het eerder over hadden. Want als je een template hebt, staat alles op dezelfde plek, krijg je eenheidswoorden. Ja. En het alternatief, dus voor wat wij doen, is om met een tooling te gaan werken. En een tooling die zorgt eigenlijk veel meer voor, ook voor het gemak, hè, dat wordt ook uitgereserveerd afhankelijk van de tool die je hebt over verschillende kanalen. Maar wel template-based, dus techniek first, zeg maar, en creative daarna. En wij proberen wel altijd te zeggen, creatie eerst en de techniek helpt ons. Helder. Wij komen ongeveer redelijk aan het eind. Ik ga even kijken wat er nog specifieke vragen zijn. Een vraag die is nog van hoeveel gok je dat het percentage klanten, kun je dat aangeven? Hoeveel klanten zijn er werken op deze manier al met programmatic? Dus dat ze veel meer interactie tussen creatie en uitservering kunnen laten zijn. Als je zegt klanten, dan denk ik... Maar ik probeer het even wat groter. Ja, bij jullie dan. Maar als je zegt in de markt, ja. Dat is echt een ruwe schatting. Ik denk dat eigenlijk door de learnings die ik eerder liet zien, hè, dus dat mensen toch nog wel in bepaalde patronen zitten, dat het nog geen 5% is die hier al mee bezig is. Dus er valt heel veel winst in te behalen. Ja, ik denk dat we persoonlijk, hè, denk ik, dat is ook waarom we doen wat we doen, aan de vooravond staan om dit echt goed uit te gaan rollen. En dan komen alle uitdagingen echt nog wel om de hoek kijken, om de organisaties mee te nemen. En dan moet je echt stap voor stap doen om het op deze manier in te kunnen gaan richten. Alleen de resultaten die we tot nu toe zien, die zijn heel veelbelovend.
Wij gaan er gewoon voorbak voor. Super. Nog even, toch een vraag. Gebruik je custom tooling voor content optimalisatie of een algemeen platform? Custom tooling, als ik het goed begrijp, is dat dan een tool als, ik zeg maar wat, een storytag of iets, zo interpreteer ik deze dan even. Ja, die staat er niet bij. Misschien kan zo'n kwestie nog even aanvullen. Wij gebruiken geen algemeen platform in ieder geval, dus wij hebben de techniek helemaal zelf gebouwd. Juist omdat we ook de tekortkomingen zagen van de mogelijkheden die er zijn. Het tweede ding is dat wij in onze ontwikkeling, omdat we alles modulair willen opbouwen en als er dingen veranderen, wat nog wel eens gebeurt, dat we dat zelf in controle willen hebben. Willen we dat zelf kunnen, hebben we dat zelf gebouwd en willen we dat zelf uit kunnen breiden zonder afhankelijkheden van een externe platform uit bijvoorbeeld Amerika. Wat ik, natuurlijk is het ook een beetje jullie USP, maar je gaf al een paar keer aan, er zijn heel veel learnings die wij zien en terugbrengen wel naar het merk zelf. Zijn er ook gewoon learnings of gaan jullie dat meer de markt in brengen? Want ik vind het zelf inderdaad een prachtige ontwikkeling waar we met z'n allen voor open moeten staan. Maar ik denk dat het toch heel prettig is als het af en toe een case, maar op die learnings letterlijk van hoe gedraagt een online consumer zich dan toch anders dan wanneer hij het in overige middelen consumeert. En dat dat ook niet afdoet aan je merk, integendeel. Alleen dat het heel vaak net het moment, de place en het gevoel in combinatie met de uiting toch heel uniek zijn. Dus ja, brengen jullie dat veel naar de markt of zijn er cases te lezen? Ja, we hebben cases en we werken er ook nog meer uit. Alleen wij werken over het algemeen redelijk onder de radar. We hebben niet echt onze eigen PR op orde. Ik zit nu hier, dat zou ik daar nog enigszins onder kunnen scharen. Maar we werken vooral veel met onze klanten. Maar we zijn pas steeds vaker cases aan het ontwikkelen. Ook omdat klanten daarom vragen en ook omdat de resultaten daarom vragen. En Google bijvoorbeeld vraagt er ook steeds vaker om aan ons om 10 cases in van hoe die dat allemaal hebben gedaan. Ligt er toevallig iets op de plank wat je zou kunnen delen, wat er samen in combi met de webinar geshared kan worden? Ja, we hebben wel meerdere cases. Dus ga ik die gewoon even voor de Summer School of Advertising bietsen. Want ik denk dat het heel leuk is om te lezen. Ja, vandaag ben ik ook expres niet ingegaan op cijfers, et cetera. Omdat het wat gevoelig ligt, wil je dat niet tonen. Maar in bepaalde cases is daar al goedkeuring voor gegeven. Mooi delen, zodat je zelf ook de impact ziet van deze manier van werken. Ja, nou, zonder jullie extra werk te geven, want dit is dan natuurlijk van jullie al heel veel effort, denk ik dat we het heel erg gaaf zouden vinden als er nog wat te delen valt. Ja, gaan we doen. Als laatste slide hebben we dan nog een voorbeeld, die hebben wij vorig jaar voor Bol.com gemaakt. In dezelfde periode als we deze uiting hebben gemaakt, om te laten zien aan de organisatie hoe het systeem, zeg maar, werkt, dus vanuit de centrale asset library. En ik denk dat dat wel een mooi beeld geeft hoe het kan werken. Zo, dus hier hebben we de centrale asset library. Verschillende kanalen, verschillende shapes, verschillende producten, verschillende boodschappen uiteraard. En hier zie je hoe dat in lagen wordt opgebouwd. En al die lagen zijn dus weer één van één uitwisselbaar met elkaar. Dan heb je een touchboodschap. En dan kun je dus ook je belofte inlossen, dus snel bezorgen, et cetera, wat belangrijk is voor Bol. Ook seasonality, dus is het bijvoorbeeld kerst, oud, nieuw of Pasen. Dan hoef je alleen maar de animatie, zeg maar, opnieuw te maken. En je kunt weer door met jezelf te uiten. Hier hebben we net gezien, hier weer een andere variant. Die kun je dus ook wel op verschillende momenten, dus je kerst, vadertijd, volgaan, wanneer je ook maar dingen gaat kopen, kun je hetzelfde construct eigenlijk hergebruiken. Kan het dan ook zelf. Mooi, hè? Ik ga hem afsluiten met nog één vraag. Je hebt hem al, denk ik, beantwoord. Alleen laat hem in een elevator pitch vormen om wat mensen te helpen. Een vraag is, die manisch inschieten voor de TVC betekent natuurlijk meer kosten. Maar hoe zou je in één zin bewijzen voor de brandmanager dat het efficiënt is? Ja, een goede vraag. Die had ik eigenlijk willen beantwoorden ook vandaag, maar die is er tussendoor geschoten.
Het is, dat klinkt als meer schieten is inderdaad meer kosten. Alleen persoonlijk vind ik dat dus eendimensionaal denken. Blijkt wel uit mijn verhaal. Want ik denk dat als jij maar 5 of 10% extra productietijd pakt tijdens een shoot, dat je al een aantal, als je gewoon een aantal stappen achteruit doet en je doet in 4K schieten, dan maak je namelijk al goede shots voor ook de kleine formaten. En die 10% extra kosten is bijvoorbeeld een fotograaf wat extra instructies voor de dopregisseur, dus dat hoe het allemaal wordt geschoten en wanneer wie komt. Ja, daar zitten wat hogere kosten aan. Alleen je hebt vele malen meer assets die ook nog een keer zo zijn geschoten dat je ze duurzaam kan hergebruiken. En ik durf de weddenschap wel aan met Bram, zag ik, dat het op de lange termijn veel kostefficiënter is. Want dan hoef je misschien op een gegeven moment niet nog een extra shoot te doen. Want dan heb je een bepaalde uitdaging in je campagne ontwikkelen. En dan kun je misschien wel met 80% van je bestaande assets en hoef je nog maar 20% te schieten. En als je dan nog meer campagnes hebt gedaan, hoef je misschien een tijdje helemaal niet te schieten. En dat scheelt natuurlijk de kosten. Dus het is een beetje, ja, ik kan hem ook niet één op één zo uitleggen, maar zo zou ik hem op dit moment willen vertellen. Super. Sander, dank. Dank voor prachtige inzichten. En iedereen die er was, dank je wel voor het aanwezig zijn. Het was mooi weer. Mochten er nog Q&A's komen, jullie mogen ze ook achteraf nog sturen. Maar de meeste heb je beantwoord en die zullen daar de antwoorden op geven. Ja, mail zetten. Hartelijk dank. Mis hem niet volgende week de laatste. En voor nu een hele fijne avond. Tot ziens.